Maximaal Gezond heeft een nieuw gebouw. Een droom die uit is gekomen. Voor de coaches, de wijk en voor heel Leidsche Rijn. Super trots wat we hier gerealiseerd hebben. En een nieuw Maximaal Gezond Centrum. Jullie zijn een groep mensen van zorgaanbieders. Waarom wilden jullie zo graag bij elkaar zitten? Nou, wij denken dat het heel waardevol is voor bewoners hier in de regio om een plek te hebben om naartoe te gaan waarvan je weet, hé, daar kan ik met mijn gezondheid aan de slag. Waar je ook rust kunt vinden in de hectiek en de stress van alle dag die je tegenwoordig veel mensen ervaren. En dat er een synergie ontstaat met alle mooie complementaire specialismen die er zijn in deze regio. Rustige doorademing, adem uit, til je hoofd in je nek, pak je handen weer vast en inademend strek je armen eerst naar voren en dan een lange lijn helemaal door omhoog. Open weer je borst naar achter en uitademend handen recht, zij wat zo. Christina, ben jij ook zo blij met het nieuwe gebouw? Enorm blij. We hebben zo lang gezocht naar een hele fijne plek voor ons, maar ook een fijne plek om naartoe te komen, waar we omgeven zijn door natuur. Dus we zijn hier heel blij. Ja. Want het was een grote zoektocht. Waar waren jullie eerst? Zaten jullie allemaal op jullie eigen ding? Ja, heel veel van ons zaten thuis. Of ik had voor mijn yoga op allerlei verschillende plekken huurde ik ruimtes. Dus ik liep altijd met mijn doos, met mijn tas, met dekentjes en alles liep ik te zeulen. Dus het is echt heel fijn dat alles nu hier kan zijn. Ja. Echt een luxe. En je doet niet alleen yoga, je doet ook nog ademcoaching. Ja, ik doe ook ademcoaching en ik geef hem wat ik noem mindful yoga. Dus het is al heel erg verbonden lichaam, geest via de adem. Dus de adem die die verbinding maakt. En vanuit daar merkte ik dat sommige mensen iets meer hadden dan alleen een yogales. Ja, dus toen ben ik me verder gaan scholen, ook in de ademcoaching. Ik ben orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut. Ik richt me vooral op de darmen en de darmgezondheid, omdat ik denk dat dat een hele belangrijke basis is van onze gezondheid. En ik help mensen meer fitter en vitaler te worden. Ik ondersteun dat dus met orthomoleculaire geneeskunde, met vitamine, mineralen en gespecialiseerde middelen om mensen weer beter in hun vel te laten zitten. Want ik zie hier ook een apparaat op tafel. Doe je dat daar ook mee? Ja, dat is een bioresonantieapparatuur. Dit gebruik ik om de blokkades en de verstoringen op te sporen en te kijken waar de problemen liggen, zodat ik op maat iedereen daarbij kan ondersteunen. 3 oktober, de opening van het nieuwe gebouw Maximaal Gezond.